En DNA-voorzitter Marinus B. vreest er niet voor dat NDP'er Sergio Akinboto, wiens lidmaatschap nu ter discussie is, naar de rechter zal stappen. Akinboto, zijn advocaat, heeft vandaag een brief gestuurd naar de parlementsvoorzitter waarin hem een ultimatum wordt gesteld om Akinboto zijn werk als vertegenwoordiger onbelemmerd te laten doen. Gebeurt dat niet, dan wordt de gang naar de groene tafel ingezet. Ik heb het al ontvangen, één mooi, dat is de werking van de democratie. Als we niet eens zijn met elkaar, dan is de onafhankelijke onpartijdige rechter de plaats waar we onze zaken moeten deponeren. En te meer dit voor de eerste maal is gebeurd in onze politieke historie, een parlementaire historie, is het goed om het vast te leggen voor de toekomst. Dus we zijn ook blij met die stap van meneer Akinboto. B. blijft erbij dat Akinboto geen parlementariër meer is. Hij heeft daarvoor advies ingewonnen van zijn deskundig team. Daarom is Akinboto ook niet uitgenodigd om de huishoudelijke vergadering van dinsdag bij te wonen. Het moment dat meneer Akinboto op 5 januari zijn brief heeft ingediend, was het naar oordeel van ons, van mij en mijn deskundig team, assembleelid af. En voor DNA-vergaderingen worden assembleeleden geconfronteerd. Wat gaat er nu gebeuren? Het proces om de opengevallen vacature gaan we inzetten om in te vullen. Dat is dus DNA-voorzitter Marinus B. Het is ons niet gelukt om Akinboto te bereiken voor een reactie.